Wat was dus in het verleden zo bijzonder in deze stad? Het was allemaal houten huizen. Dus wat je nu ziet, al die stenen gevels, dat was vroeger niet zo. Edam was een stad met houten huizen. En op een gegeven moment, omstreeks 1540, toen heeft een van de rijke kooplieden, die hier allemaal rondom deze damsluis wonen, die heeft besloten om een stenen huis te gaan bouwen. En dat was natuurlijk toch wel iets heel bijzonders. Het Edams Museum is voor Noord-Hollandse begrippen een vrij oud museum. Het is een van de eerste musea in deze regio. En het is op initiatief van de Edamse burgemeester, burgemeester Kalkoen, in 1895 is het gebouw aangekocht. In het verleden woonde je in een huis, maar het was dus ook, had ook een bedrijfsfunctie. De oorspronkelijke opzet van het huis is ook een tweedeling geweest. Het is dus korter geweest. Het was alleen het voorhuis en het achterhuis wat dus voor bewoning werd gebruikt. Het museum als totaal binnen het stadje is natuurlijk toch een belangrijk gegeven. Het oudste huis ook. Het exterieur is heel uitzonderlijk. Toeristen lopen eigenlijk als eerste naar het gebouw toe, maken heel veel foto's. Het ligt natuurlijk ook in het oude centrum, bij het stadhuis, bij de Dam. En is natuurlijk gewoon een hele markante plek voor zowel Edammers als niet-Edammers en toeristen. Wij bevinden ons hier in het koor van de Grote Kerk. En in dit koor bevinden zich twee graven die een relatie hebben tot de begrafenis van Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Achter die deur vond men een stenen wenteltrap die naar een ruim vertrek leidde, dat duidelijk bleek eertijds een school geweest te zijn. Een rij schoolbanken stond achter elkander met ijzeren stangen langs den bovenrand der tafels, waarover ringen verschoven konden worden om een boek door ene ketting eraan vast te maken, dat dan van het ene uiteinde der tafel tot aan het andere kon geschoven worden, zover de lengte van stang en ketting dit toeliet. In mijn zoektocht naar de grote meid en haar leven in de stad Edam had ik het bijzondere genoegen de schrijfster Lydia Rood te ontmoeten. Zij vertelt over haar eigen leven, het leven van Treintje Kever en haar band met de prachtige havenstad aan het IJsselmeer. Een portret van een stad vol historische momenten, rijk aan geschiedenis en cultureel erfgoed. Maar boven alles een portret over het verhaal van de grote meid van Edam. Over liever lang dan kort zijn. Innige vriendschappen, eigenaardige families en geluk zoeken in de kleine dingen van het leven. Een les over de kunst van het luisteren en dat een beetje vreemd zijn niet uitmaakt. Een zeldzame ontmoeting met een schrijfster en haar uitzonderlijke connectie met Treintje Kever,
een parel van een museum in het wondermooie Edam. Nu was Treintje blij dat de kermis van Amsterdam eraan kwam. Dan konden ze tenminste het spaargeld weer aanvullen. Als ze nou eens extra haar best deed. Dansen en springen, een beetje onhandig, met haar armen zwaaien alsof het molenwieken waren. Dat vonden de mensen leuk. Of ze kon een muisje in haar vuist verstoppen en dan opeens haar hand open doen. Dat was die ene keer in Horen een groot succes geweest. Een schoen uittrekken en er een poppenbedje in opmaken. Om zulke dingen gierden de mensen. En de kerk, die enorme, kolossale, immense kerk, gaf haar altijd een fijn gevoel. Die kerk was net zo reusachtig als zij zelf. Hij was pas 4 jaar af. De vorige kerk was lang geleden afgebrand. Op zondag, als ze achter haar ouders aan binnenkwam, voelde Treintje zich op slag niet meer te groot. Dan legde ze haar hoofd in haar nek en keek in de gewelven, die zo hoog leken als de hemel zelf. Dan was ze even niet meer Treintje Kever, de grote meid. Komt dat zien? Zondag voelde ze zich zo waar een uurtje klein.